allemaal en welkom bij dit shoplog. Ik heb weer heel veel geshopt en dat gaan we nu allemaal laten zien. Dit t-shirt is van de Primark. Het is dus eigenlijk, is die tekening, dat is de cover van een cd van de band Joy Division. En ik ken de band niet, maar later heb ik op internet opgezocht. En die cd is dus heel beroemd geworden door de mooie tekening op de cover. Dit tasje is ook van de Primark. Het is zo'n roze glittertasje. En je kan het ook als toilettas gebruiken. De achterkant is zo. En dat is zo met zo'n gouden sterretjesrit. En de binnenkant is zo. Zo. En daar staat atmosfeer. Dat is de Primark. Zo. En je kan het gebruiken als toilettas. Maar ook gewoon ja, voor als je uitgaat om je portemonnee in te doen of zo. Dit is het. Dit is een heel leuk zomerjurkje en ik weet niet van welk merk het is. Want ik ben zomaar winkel binnengestapt en ik zag hem en ik vond hem heel leuk. En er staat dus op La vita è bella, ti amo. En dat betekent in het Italiaans, het leven is mooi, ik hou van jou. En het is zo met twee lagen, zo doorzichtig en zo fluo. En ja, het is een heel leuk zomerjurkje. Deze aankoop heb ik gedaan, want weten jullie nog, in mijn vorige video London Shoplog had ik een grijze trui met blauwe ankertjes van Marks & Spencer gekocht. En toen ik deze in Brussel zag, dacht ik, die moet ik kopen, want die past er gewoon perfect bij. En er is nog zo'n leuk pluisje en ja, hij past gewoon perfect bij de trui en ik vind hem echt heel leuk. Dit is een portemonnee. En er staat zo een G en een F in het goud. En het is zo slangenleer, rood en zwart. En het is best wel breed. En het is dus ook wel heel chic en zo. De achterkant is ook gewoon zo. En de binnenkant is zo. Heb je zo. Zo, hier zo. Hier zijn die dingen om kaartjes te doen zo. En dan kan je hier ook weer dingen achter doen. En hier heb je zo'n vakje. En daar doe je de muntjes dan in. Zo. Dit is hem dan. En dan zo. Doe je het weer mooi dicht. Woehoe. Dan heb ik twee nagellakjes gekocht. Want jullie weten waarschijnlijk al dat ik heel veel van nagellakvideo's hou. En dus heb ik twee nagellakjes gekocht om meer video's te kunnen maken. De eerste is deze. En dat is een soort oranje-gouden nagellak van Opie. Hier staat het ook Opie. Zo. En ja, die is heel leuk voor de zomer gewoon zo. En dat is een heel groot flesje. Dus daar kan ik veel video's mee maken. Dan heb ik nog het tweede flesje. Dat is deze van London Girl. En dit is juist zo'n beetje zilverwitachtig. En samen, want deze is natuurlijk niet zo heel kleurrijk, maar samen is het wel heel leuk. Dan heb ik nog een armbandje gekocht. En dat is gewoon zo, ja, zo'n nep parel armbandje, zilverkleurig. Het past overal bij. En die is ook wel heel leuk. Gewoon heel classy, maar heel leuk. Daarna ben ik in zo'n 1 euro shop gaan kijken. Daar heb ik drie dingen gekocht. Als eerste deze. Ja, 1 euro shop. En er staat zo haar elastieke. Maar ik gebruik ze als armbandjes. Het zijn zo 5 van die armbandjes. En ze zijn heel ja, zomerachtig, heel kleurrijk. Echt heel leuk. En ja, zo dus. We zijn nog steeds in de 1 euro shop en daar had ik dus drie dingen gekocht. Eén daarvan hebben we al laten zien, de armbandjes. Nou, de twee andere dingen. Als eerst hebben we deze dan nog eens gekocht. Dat zijn zo van die veters. En dat is zo met vlaggen van United Kingdom. Ook een beetje als aandenken van mijn vakantie in Londen. Ja, gewoon veters. En ze zijn heel lang, dus ze passen waarschijnlijk. En ja, ze zijn heel kleurrijk en dat past perfect bij mijn beige Converse. Dan heb ik nog een paar veters gekocht en dat is met legerprint, zo. Die zijn dezelfde lengte en deze kosten samen 1 euro en ze waren alle, per paar waren ze 50 cent, dus ik dacht meteen twee paar kopen, hè. Wat vonden jullie van deze video? Laat het achter in een reactie. Hebben jullie tips, suggesties, opmerkingen? Nou ja, reacties, zet het in de reactie en doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vindt. Doei en tot de volgende video.